Ik ben Klaske Oenema en ik ben gevraagd om bij de expositie De Zeven Hoofdzonden filmpjes te maken. En toen ben ik gaan kijken naar het schilderij van Jeroen Bos, wat de aanleiding vormde voor de expositie, het vertrekpunt. En toen zag ik dat Jeroen Bos in die cirkels links, van links naar rechts en onder de vier uitersten verbeeld: de dood, het oordeel, de hel en de hemel. En dat die eigenlijk niet in de expositie terugkwamen zoals die nu was gepland. En het leek mij leuk, omdat ik toch een beetje een vrijere rol had om die vier uitersten als onderwerp te nemen eigenlijk. Mijn filmpjes bestaan uit heel veel tekst eigenlijk, gesproken tekst. En er zit muziek onder en ik heb natuurlijk beelden. En het wisselt een beetje. Soms begin ik bij een beeld waarvan ik denk van dat vertolkt iets. Maar vaak schrijf ik heel veel en dat heb ik in dit geval ook gedaan. Dat rond de dood of het oordeel of de hemel of de hel, dan schrijf ik eigenlijk stukjes tekst of verhalen of gedichten die in mijn beleving te maken hebben met wat dat zo'n begrip nu nog betekent. Of wat je daar nu op dit moment, of wat ik daar onder versta. Of wat ik hoor om me heen. Ik gebruik soms ook wel verhalen van mensen of dat ik erover praat en zeg wat denk jij of wat vind jij. En vanuit die tekst ga ik dan werken met beeld en als laatste ook muziek. Dus, en dan stel ik dat samen eigenlijk. Ja, ik werk dus met een overheadproject hoor. Daar maak ik de beelden mee. Dus ik maak knipsels van papier en plasticjes. En die film ik daarna weer en die monteer ik. Maar dit is eigenlijk een beetje zo de oervorm waar ik ook optredens mee doe. En dus ik maak eigenlijk afbeeldingen van in dit geval een tent. Omdat ik had een scène van vakantie, wat dan voor, niet voor mij persoonlijk, maar wel te maken heeft met de hemel of een plek waar je ongebonden bent. En waarin je eigenlijk vrij in een nieuwe situatie bent. Bij de dood had ik een beeld wat ik wou maken, wat dan ging over het bed of zo. Want dat komt in het schilderij van Bos ook voor. De man die in bed ligt en die dan bezocht wordt of waar mensen zich dan toe verhouden in die laatste slotfase van dat leven. En dus had ik ook een bed wou ik maken met kommen, zeg maar, met eten of dingen die de stervende worden aangeboden. En, maar waar eigenlijk dus niet meer gebruik van wordt gemaakt, van dat het gaat om het terugtreden ten opzichte van diegene die je los moet laten. En uiteindelijk, ja, daar heb ik dan een gedicht bij geschreven, of een tekst, gedicht. En ja, steeds eigenlijk aspecten van dat proces geprobeerd in beeld te vangen.